Goedemiddag allemaal. Vandaag gaan we het hebben over geschiedenis en over de Tweede Wereldoorlog. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er een aantal gruweldaden aan het licht gekomen. Denk maar aan Auschwitz en andere vernietigingskampen. En in feite de vraag die velen zich stellen, waarom zijn brave Duitsers nazi-beulen geworden? Er is op dit moment maar één iemand die daar antwoord op kan geven, en dat is Christoph Busch. De vroegere directeur van de Dozijnkazerne, nu momenteel directeur van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen. En ik geef graag het woord aan hem. Goedemiddag, dank u wel, dames en heren, voor de uitnodiging om hier te praten over een duivelse transitie, eigenlijk over dadergedrag. En heel specifiek ga ik mij richten in deze lezing op Holocaust-dadergedrag, op de vraag die mij altijd centraal is blijven hangen als ik heel veel musea of memorialen ging gaan bezoeken. Met andere woorden, hoe is dit menselijk mogelijk geweest? Hoe zijn mensen in staat geweest om af te glijden waarin ze geweld als een legitiem middel of oplossing aanzagen om een bepaald doel te bereiken? En een van de grote problemen natuurlijk bij dadergedrag is dat we heel vaak de dader gelijkstellen aan de daad. Met andere woorden, als je natuurlijk een massamoord pleegt, wie ben je dan? Ja, dan ben je massamoordenaar. En een van de grote problemen natuurlijk met die gelijkschakeling is dat we de complexiteit van daderschap, alles wat meespeelt, wat mensen doen afglijden, dat eigenlijk een stuk verloren gaat. En daar ligt natuurlijk het antwoord, de oplossing om te begrijpen hoe gewone mensen kunnen afglijden richting buitengewone misdaden. Ik heb daarvoor deze presentatie mee en eigenlijk de eerste slide toen al een beetje de samenvatting van mijn lezing. Met andere woorden, als we kijken naar daderschap, hebben we heel vaak een zwart-wit beeld, hè, wat u hier op de achtergrond ziet. Waarin we natuurlijk wij in het witte kot zitten van de goedaardige mensen die braaf zijn en niets misdoen. En waarin de mensen die dadergedrag plegen natuurlijk in het zwarte hok zitten. Mensen die uiteindelijk dan zo oftewel mad or bad zijn, die zo psychiatrisch gestoord zijn of intrinsiek kwaadaardig geboren, dat zij in staat zijn om dat zwarte gedrag, dat gewelddadige gedrag te plegen. De realiteit is helaas veel complexer dan dat. Hè. Er zijn geen twee groepen van mensen. Je gaat gaan zien dat wat op het middenbeeld hier staat, hè, dat balkje dat van lichtgrijs over steeds donker wordend grijs schuift, dat eigenlijk een veel reëler proces is. En dat is wat we van de laatste jaren, eigenlijk zeker na de religieus geïnspireerde aanslagen, natuurlijk weten. Dat is met name dat mensen, groepen, als gehele samenlevingen kunnen radicaliseren, kunnen afglijden waarin ze dat geweld gaan omarmen. En het is dus die transitie, dat transitieproces waarin mensen verglijden stapje voor stapje in de richting van geweld, dat natuurlijk van belang is om te gaan begrijpen. En met begrijpen bedoelen we natuurlijk niet gaan verschonen of gaan verontschuldigen, maar begrijpen welk samenspel van actoren en factoren mensen in staat stellen om dat dadergedrag, om die daden, die misdaden te gaan plegen. Dus ik ga mij richten natuurlijk hier in deze historische episode op één van de drie categorieën. Hè, want je kan het over slachtoffers hebben, je kan het over omstanders hebben. Daar ga ik helemaal op het einde nog een koppeling rondmaken. Maar ik heb het vandaag vooral over daders hè, en hoe zij dus in de richting van dat geweld zijn afgegleden. En als we het over dat radicaliseringsproces hebben, dan heb ik het graag hier over de zin die eigenlijk dat radicaliseringsproces wat weergeeft. Hè. Met andere woorden, de zekerste weg naar de hel is de geleidelijke weg, de weg die zachtjes helt, goed begaanbaar is, zonder scherpe bochten, zonder mijlpalen, zonder waarschuwingstekens. Wat we dus merken is dat dadergedrag een gradueel evolutieproces is richting het geweld. Het is niet zo dat mensen opstaan 's ochtends en zeggen, laat ons nu eens geweld gaan plegen. Nee, dit zijn processen die natuurlijk evolueren. Soms kan dat heel snel gaan, lees op een paar weken tijd. Soms gaat dat over x aantal maanden, zo niet een paar jaren. En ik denk natuurlijk, de casus van de Holocaust is eigenlijk een evolutieproces.
gedurende 12 jaar, waarin zelfs nog de jaren daarvoor een opkomst van het nationaal socialisme, het aan de macht komen, dan uiteindelijk de vooroorlogse jaren van radicalisering en dan natuurlijk een enorme acceleratie tijdens het oorlogsconflict, waarin natuurlijk geweld alomtegenwoordig wordt. Maar vooraleer ik wat dieper inga in een aantal beschouwingen over dadengedrag, wil ik eerst een kleine oefening doen met u. Ik ga een beeld op het scherm tonen en ik ga het onmiddellijk wegtoveren en ik ga u vragen wat u gezien heeft. Dus let goed op. Ziezo, en het ging redelijk snel natuurlijk en u kan me niet woordelijk meegeven wat u gezien heeft, maar als ik nu vraag aan het publiek wie heeft duiveltjes of vleermuizen gezien, dan zal absoluut de meerderheid van de kijkers die duiveltjes of vleermuizen gezien hebben. Een paar enkelingen zullen iets anders gezien hebben, zullen met name die engeltjes gezien hebben. En ik toon opnieuw even, de tekening. Als u goed kijkt en u focust op het zwarte, dan ziet u de vleermuisjes natuurlijk. Maar als u een beetje uw hoofd draait en u kijkt niet naar het zwarte, maar focust op het witte, dan ziet u engeltjes. Het is natuurlijk een heel gekende pentekening van Escher, de man die die oneindige waterlopen of dat ene hand dat dat andere hand tekent, kon zelf gaan voorstellen. En wat ik er eigenlijk beoog te doen, is u de meerlagigheid van dadengedrag te gaan duiden. Met andere woorden, ik toon u een beeld, ik haal het weg en ik vraag aan de groep, wat heb je gezien? En de absolute meerderheid heeft natuurlijk de duiveltjes of de vleermuisjes gezien. En dat is natuurlijk langs de ene kant omdat ik uw focus in de richting van dadengedrag stuw, omdat ik uw perceptie beïnvloed heb, want zoals u ziet, ik heb een witte achtergrond gebruikt en daardoor komt dat zwart ook veel meer naar voren. En dat maakt dat eigenlijk de overgrote meerderheid de vleermuisjes ziet. Mocht ik het omgekeerde doen en ik breng een verhaal over reddergedrag en heldendaden en ik draai de bol een beetje en ik zet het op een zwarte achtergrond, dan gaat de grootste groep de engeltjes zien en niet die vleermuisjes. En wat ik u wil meegeven is dat eigenlijk ook onze kijk stuurt in de richting van hoe wij kijken naar de evolutie van dadengedrag. Wij blijven heel vaak steken natuurlijk bij de extreme uitwasemingen van de geweldsdaad. Dat is wat we bijvoorbeeld ook gezien hebben bij het terrorisme. Als we aan terrorisme denken, denken we aan aanslagen, denken we aan slachtoffers, denken we aan heel veel leed en pijn. En dat maakt een stuk door die focus op natuurlijk de impact van misdaden, dat we niet altijd de vele andere lagen die niet het verschonen, maar die wel uitleggen hoe zo processen evolueren, dat we die lagen niet in rekening brengen. En u ziet hier op dat ene beeld en die oefening dat ik u eigenlijk twee lagen laat zien, maar je hebt toch, de grootste groep heeft eigenlijk maar één laag gezien, de helft van het verhaal. En ik poog vandaag, na een aantal ingrediënten die mensen doen door radicaliseren, een aantal van die ingrediënten, meerdere lagen aan hoe geweld zich voltrekt, die meerdere lagen wat te gaan duiden. Ik ga dat doen aan de hand eerst van deze foto die ik u eventjes wil tonen. Het is een foto uit de heel vele fotoreportages die genomen zijn ten tijde van de Holocaust. Maar vooral hier, omdat daderschap en slachtofferschap zo prominent aanwezig zijn op deze foto. U ziet hier een groep nazi's in een Sicherheitsdienstuniform die een groep Joodse mensen aan het arresteren zijn ten tijde van de liquidatie van het ghetto in Warschau. En waarom heb ik die foto eruit gehaald? Uit een soort presentatiealbum om het neerslaan van de opstand in het ghetto van Warschau te gaan documenteren, naar Berlijn toe vermoedelijk, omdat die foto een heel mooie duale tegenstelling in zich met zich meebrengt. U ziet daderschap frontaal tegenover slachtofferschap staan. En als ik u de vraag stel, waar staat voor u het kwade op deze foto?
dan gaat u hopelijk met mij zeggen, ja, hier langs de kant van die nazi's natuurlijk, want zij zijn de daders en zij gaan die Joodse mensen in deze casus waarschijnlijk standrechtelijk executeren. Dat is wat ik noem het normatieve standpunt, hè, met name dat is eigenlijk de historische context bekijken en te zien wie pleegt welk geweld op welke slachtoffergroep. In deze casus is dit heel duidelijk. In sommige casussen is het veel complexer. Hè. Denk Syrië en Irak. Iedereen is erover eens dat IS de slechte zijn. Maar als je dan naar andere jihadistische organisaties of als je naar het regime van Assad gaat kijken, ja, die zijn ook niet echt goed te noemen. De Russen zitten daar, de Amerikanen zitten daar, die vechten ook met de... En dan voel je natuurlijk dat het veel complexer wordt in die casussen. Nu goed, een keer terug naar uw eerste oordeel, met name die nazi's hier, dat zijn de daders, daar staat het kwade. Maar wat wij doen als gedragswetenschappers is een stuk ons ook in de situatie gaan plaatsen. Want als je dat gedrag van een individu en een groep wil begrijpen, dan moet je je als het ware begeven ook in het denken en handelen van die groepen. En als ik mij nu langs de kant van de slachtoffers stel, en ik denk en ik tracht mij een beeld te vormen van hoe de wereld er dan uitziet, en ik stel mijzelf de vraag, waar staat het kwaad voor mij? Dan zal ik antwoorden, ja, hier die nazi's. Hè, want zij gaan mij vermoorden, omdat in deze casus hè, ik Joods ben. Maar de oefening die we deze namiddag gaan doen, is die andere positie gaan innemen. Met andere woorden, als je langs de kant van de geuniformeerde nazi's staat, en je gaat de wereld bekijken vanuit die bril, dan ga je vanuit dezelfde vraagstelling ook hetzelfde antwoord krijgen. Met andere woorden, waar staat het kwaad vanuit de kant van de dadergroep hier bekeken? Ja, die staat ook voor hem. Want ze zeggen, dit is het kwaad, dit is een gevaarlijk ras dat de werelddominantie wil gaan organiseren, dat een bedreiging is voor ons volk en wij moeten dus wel handelen. En dan zie je dus dat in de leefwereld van deze daders het kwaad ook aan de overkant staat. En het is dus dat denken, die psychologie en die groepsdynamiek die we moeten begrijpen. Niet om te verschonen, maar wel om te begrijpen hoe mensen in denken en handelen afglijden richting geweld als een legitieme optie. En natuurlijk zijn er al heel veel verklaringen gekomen voor dadengedrag. De meest dominante verklaring tot op vandaag nog steeds is inderdaad de mad or bad hypothese. Dat wil zeggen dat men daders vooral als ofwel intrinsiek kwaadaardig gestoord gaat zien, ofwel dat zij inderdaad een geestestoornis hebben, psychopaat zijn, sociopaat zijn en zo verder. Een beetje de dader is zoals de gevaarlijke elf die je daar ziet met zijn swastika op zijn arm. Een zweep, little people, ze spreken Duits, ze zijn verbonden met medische experimenten en zo verder. En natuurlijk is dat een van de logische verklaringen die ons vooral een goed gevoel geven. Want, met andere woorden, het kwaad, dat is de andere die ook anders is dan ons. Hij is geestelijk gestoord of is intrinsiek kwaadaardig. Maar een van de grote problemen natuurlijk is dat we merken als we met daders aan de slag gaan, als we dus daders interviewen uit de Holocaust of uit de Rwandese genocide of uit de Joegoslavische geweldplegingen of denk aan de genocide in Srebrenica en zo verder, dat je eigenlijk geen mad or bad terugvindt. Met andere woorden, je blijkt dan te stoten op gewone mensen zoals u en ik, maar die wel buitengewoon misdadig gedrag gepleegd hebben. En dat is natuurlijk de vraag, wat speelt hier? En om eventjes in een historische context te plaatsen, het beeld van nazi-misdadigers is een beeld dat vooral vanaf juli 1944, zeker tot mei, april en de vele maanden daarna in 1945 gevormd wordt. En wat gebeurt er in die periode? Ongeveer een jaar lang zullen de concentratiekampen bevrijd worden. En ontdekken de geallieerde legers natuurlijk horrorbeelden. Het eerste kamp is Majdanek, tegen de het naderende oostfront, tegen de Oekraïnse grens vandaag. En de laatste kampen zijn natuurlijk die centrumkampen in Duitsland, waarin duizenden mensen
door middel van dodenmarsen vanuit die buitenkampen naar die centrumkampen zijn gestuurd. En u herinnert zich waarschijnlijk met mij de vele beelden, de beelden van bergenlijken in kampen zoals Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, waar de Britse soldaten met bulldozers de lichamen in massagraven moesten gaan duwen. En natuurlijk op dat moment, en zeker omwille van de onmiddellijke naoorlogse processen die die misdrijven wouden berechten, is een daderbeeld ontstaan die evident het koppelde zulke extreme misdaden. Daarvoor moet je mad or bad zijn. Dat is eigenlijk daar grotendeels ontstaan. Maar doorheen de vele decennia van onderzoek merken we eigenlijk dat deze hypothese niet klopt. En dat dadergedrag niet te maken heeft met geestelijk gestoord zijn of met intrinsiek kwaadaardig geboren te zijn. Dat zal ook in onderzoek natuurlijk zo naar boven komen. Een van die heel belangrijke werken die zeker de opening naar bredere invullingen van daderschap gegeven heeft, is natuurlijk Hannah Arendt, die met haar belangrijk concept de banaliteit van het kwaad daarover schreef in haar boek Eichmann in Jeruzalem. En u ziet hem hier staan. Eichmann is een heel belangrijke, wat we noemen, een schrijftafelmoordenaar. Die heeft geen eigen bloed aan zijn handen, of bloed zelf aan zijn handen. Dit is iemand die de Holocaust georganiseerd heeft, structuren bedacht, deportaties georganiseerd en zo verder. En dus Hannah Arendt, die in zijn proces aanwezig was, want Eichmann is de dans kunnen ontspringen, leefde ondergedoken in Buenos Aires, Argentinië. En op dat moment is de Duitse overheid en is het Israëlische Mossad, de inlichtingendiensten, hem op het spoor gekomen, hebben ze hem gekidnapt en naar Israël-Palestina vandaag gebracht om daar een proces te krijgen in Jeruzalem voor zijn aandelen in de misdrijven ten tijde van de Holocaust. En wat de wereld verwachtte natuurlijk, was om daar de hoogst eigen demon in persoon te zien. Dat je als het ware de duivelshorens of de bokkenpoten zou gaan zien als hij in de beklaagde bank zit. En dat was natuurlijk niet de realiteit. Hannah Arendt constateerde dat hier eigenlijk een banale bureaucraat zat. En met haar concept wou ze natuurlijk niet zeggen dat de Holocaust, als een gebeurtenis dat banaal was. Het is natuurlijk een onvoorstelbare catastrofe geweest met onnoemelijk, eigenlijk onbegrijpelijk veel leed. Dus dat noemt ze zeer zeker niet banaal. Maar zij die dit georganiseerd en uitgevoerd hebben, bleken wel heel banale ofwel bureaucraten of uitvoerders geweest te zijn natuurlijk. En dat is vooral wat ze met dat concept trachten te bedoelen. En dat is wat je hier ook in de quote van Thomas Merton gaat zien. Een van de heel zorgwekkende bevindingen van dat Eichmann-proces en de vele discussies en analyses na dat proces was dat inderdaad psychiaters, psychologen die mannen onderzochten en geen mad or bad terugvonden. Wel iemand die bijzonder goed georganiseerd, een expert was, zelfs de taal leerde van de groep, de slachtoffergroep die uiteindelijk meehelpen vermoorden heeft en zo verder. Maar geen psychiatrische stoornis, geen intrinsieke kwaadaardigheid, wel een doorgedreven diplomaat, bureaucraat als het ware, die zeer zeker ook een antisemitische grondhouding had, die ook doorspekt was natuurlijk met het virulente antisemitisme dat aanwezig was. En dat doet ons toch wel denken dat we meer dan puur mad or bad moeten gaan zoeken. We moeten eigenlijk op zoek gaan naar wat mensen hebben doen afglijden. En dus bij Eichmann ook, als je zijn carrièrepad volgt. Zijn eerste fase in zijn carrière is eigenlijk emigratie organiseren. Het laten emigreren van Joden buiten Duitsland. Naar Israël-Palestina, naar andere regio's, eender waar als ze maar weg zijn. Is plannen voorbereiden, zoals het Madagaskar-plan of het Niskor-plan, om ze naar het eiland Madagaskar of naar een reservaat in Lublin te sturen. En natuurlijk, onder die oorlogsomstandigheden, is die raciale vervolging, is dat uiteindelijk ook een genocidale vervolging geweest. Dus je merkt dat ook Eichmann in zijn proces geëvolueerd is naar steeds intensiever
intensievere vormen van geweldpleging. En dat maakt dat het kwaad van een genocide zeker niet gewoon is, maar dat daders van dit kwaad, of zij uitvoerder, tussenpersoon, organisator zijn, dat dat wel gewone mensen zijn zoals u en ik. Het is ook zo dat binnen daderonderzoek we voortdurend ook de cirkel van wie dader is verbreed hebben. Met andere woorden, vroeger dachten wij bij daders, dat zijn kampcommandanten, dat zijn kampbewakers. Vandaag denken wij over daderschap, dat zijn ook de architecten. Dat zijn de ingenieurs die de gebouwen gezet hebben, die de gasovens gemaakt hebben, die de chemische producten mede gedistribueerd ontwikkeld hebben. Dat is ook de grootindustrie die het eigenlijk gefinancierd heeft, de genocide. Dus je voelt natuurlijk dat daderschap een heel breed en divers domein is, met verschillende niveaus natuurlijk ook van verantwoordelijkheid in deze gruwelijke tragedie. Dat maakt dat de Holocaust een bijzonder rijke casus is om eigenlijk die analyse te maken. Maar voor mij is het natuurlijk niet omwille van de historische details van die ene casus te doen. Voor mij als criminoloog is het vooral te doen om de mechanismen van collectief geweld te begrijpen. Om eigenlijk te zien hoe kan het dat mensen in de Holocaust, maar evengoed in die andere genocides of massamoorden die onze recente geschiedenis kennen, om te begrijpen hoe mensen afglijden. En u ziet hier een gruwelijke foto van inderdaad de Vietnamoorlog, waarin Noord-Amerikaanse soldaten in My Lai daar burgerbevolking uitgemoord hebben. U ziet daar zelfs kinderlijken en zo verder, wat heel duidelijk geen militaire slachtoffers kunnen zijn. Dus dit zijn duidelijk oorlogsmisdaden. En iemand die daar aanwezig was ook, niet specifiek in die casus daar in My Lai, maar in Vietnam, was inderdaad de auteur Philip Caputo, die een boek schreef, A Rumor of War, en die de meest essentiële vraag stelt eigenlijk als je dadergedrag wil begrijpen. Die zegt in essentie, ik zou al diegenen die de Vietnamsoldaten hebben veroordeeld, vanuit een veilig redactielokaal van op de universiteitscampus, vanuit een knusse villa, deze vraag willen stellen. Wat zou jij gedaan hebben als je in deze situatie terechtkomt? Welke keuzes zou je gemaakt hebben? Welke mens zou jij geworden zijn? En dat is natuurlijk een moeilijk in te leven situatie. Je kan je moeilijk inleven wat het is natuurlijk om als militair in een oorlogsconflict verzeild te geraken en welke morele dilemma's je moet ondergaan. Maar dat is wel de essentiële vraag. En dat is wat we natuurlijk ook vanuit academisch onderzoek zo dicht mogelijk moeten kunnen benaderen om die radicaliseringsprocessen te begrijpen. En ik heb daarvoor één iemand meegenomen die eigenlijk dat proces ondergaan heeft. Het is deze man, als u goed kijkt naar het beeld hier van dit peloton, ziet u op de rij vooraan, de kleinste ukkepuk helemaal vooraan, Billy Heflin staan. Een Amerikaanse soldaat die aanwezig was in Vietnam en die ook betrokken is geweest op oorlogsmisdaden. En dus zoveel decennia na de oorlog gaat hij daarover een aantal getuigenissen brengen voor de camera en gaat hij heel belangrijke dingen gaan stellen die ons beter doen begrijpen hoe mensen afglijden in de richting van het geweld. Ik geef even het woord aan Billy Heflin. They called me Maggot. My nickname was Maggot because I was little and white. Yeah, I had to prove myself. I was the smallest guy in the company. Sometimes there was conflicts amongst the company, and most of the time there wasn't because we was all out there to do the same thing. The real reason they don't want to hear the story is because most of them's too gross. They think too gross, you know, I don't want to hear that, you know. It bothers them. They might have a dream about it. Every kill you made seemed like it made you feel a little better. In other words, there was a place that it sort of cheered you up to a certain extent. I mean, you didn't jump up and down or, you know, with joy and all this, but it was a place in your heart that it just made you feel good. Could you compare it to anything?
Sex. And that sounds bad. That sounds bad because, you know, can I say this on camera? Sex is such an enjoyable thing. You take it and you compare it to killing somebody and having the same feeling. And that's where you're at. And that's why you do it every time. Yeah. How many people did you kill? 36. And how did you keep count? Cutting their ears off. What did you do with them? You know your shower rods that have the metal clips on them that look like a keychain? Kept them on them, hooked them on your belt loop. Can you imagine that I could be able to do it? I could become a killer? Sure. How? By doing it. If I would be in that situation. Yeah. It's not so hard. Now all you gotta do is pull the trigger. Gun does the rest. Ziezo. U hoort heel duidelijk natuurlijk hier wat we benoemen soms als de kracht van de situatie waarin u terechtkomt. U zal waarschijnlijk een aantal opmerkelijke zaken gehoord hebben in de getuigenis van Billy. Hè, van hoe hou je de tel bij? Wel, je snijdt gewoon de oren af. Het is niet echt normaal gedrag om een normale handeling, hè, de oren afsnijden van iemand anders te vinden. Maar je voelt natuurlijk hier de verruwing van de context waarin hij zit. Hè. Met andere woorden, de bodycount-logica, de lijkentelling. En inderdaad maken dat je op het einde van de dag, hè, uw dodelijke slachtoffers kan doorgeven, hoeveel vijanden je vermoord hebt. Was eigenlijk een heel belangrijk verhaal, narratief ook natuurlijk. Hè, om dat af te stellen tegenover de eigen verliezen. En je ziet dat daarin mensen opschuiven, in denken en in handelen. Billy zegt een aantal heel belangrijke dingen. Hè. Is het moeilijk? Nee, het is een nauwe grens. Hè. Je moet het gewoon doen. En door te doen raak je betrokken in die processen. Je moet ook niet veel doen. Je haalt de trekker over en de revolver doet hetzelfde. Ja, het is dan als het ware de revolver die dan het schuldige onderdeel daartussenin is. En ik ga daar straks op terugkomen. Hè. Maar wat je hier eigenlijk te horen krijgt, is een doodgewone Amerikaanse man die natuurlijk naar Vietnam wordt gestuurd. En vooral ook de vraag heeft van hoe overleef ik het hier? Wat moet ik doen? Hoe moet ik mij verhouden? En aldoende zal hij leren, zal hij mee insluipen in natuurlijk de oorlogslogica, maar ook in de logica van oorlogsmisdaden plegen. En het is dus dat proces dat cruciaal is. Hè? Als u hier deze twee foto's ziet van deze jonge dame, is een van de jongste, meest gruwelijke daders die we in de concentrationaire wereld van het nazisme gekend hebben. Irma Ilse Ida Greze. Er zijn heel slechte B-films gemaakt. Hè. Ilsa de Wolvin van de SS, hè, zijn die films die ook op dit figuur gebaseerd waren. En zij was uiteindelijk, hè, op 20, 21-jarige leeftijd, hè, ook overste van de kampbewakers in het vrouwenkamp in Auschwitz. Is dan later ook, hè, naar Bergen-Belsen meegegaan, hè, toen het front het centrum van Duitsland naderde. En heeft daar natuurlijk, hè, ook gigantisch veel betrokkenheid op geweldplegingen. U ziet twee foto's. Een foto helemaal waar ze kwaad op kijkt. Het is het moment van haar arrestatie. Dus dat verklaart ook de hatelijke blik naar de Britse fotograaf natuurlijk. En een foto van een paar jaar vroeger, hè, waarin ze lieflijk kijkt. En de vraag is natuurlijk, het is nog steeds dezelfde vrouw. Wat heeft er zich afgespeeld tussen die 14, 15-jarige Irma Greze, die als jong meisje naar de Bund Deutscher Mädel, de vrouwelijke variant van de Hitlerjugend, ging, en dan uiteindelijk verpleegster wordt en uiteindelijk kampbewaakster wordt in Ravensbrück, het vrouwenconcentratiekamp, en zo haar weg vervolgt richting Auschwitz-Birkenau, richting Bergen-Belsen. Wat heeft er zich afgespeeld tussen dat witte en dat diep zwarte gedrag dat we van haar zullen kennen? En dan gaan we dus inderdaad op die middenzone gaan focussen, met name dat transitieproces. En willen we gaan begrijpen welke actoren
factoren haar beïnvloed hebben in de richting van geweldacceptatie. En in C is dit ook iets wat we vanuit fictieliteratuur kennen natuurlijk. Hè. U ziet hier een mooie pentekening van het boek van Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Vele mensen zullen dit nog kennen. Waarin natuurlijk de goedaardige Dr. Jekyll een kruidendrankje gemaakt heeft. Hè. U ziet het daar op zijn bureau staan. En als hij dat tot zich neemt, dan komt de kwaadaardige Mr. Hyde, die u gebogen staat, uit diezelfde figuur naar boven. En het verhaal gaat natuurlijk over hoe moeilijker het is om van de kwaadaardige Mr. Hyde terug de goedaardige Dr. Jekyll te worden. En de man die dat aanschouwt vraagt inderdaad af, the transition, great God, can it be? En de vraag die we natuurlijk in dit verhaal moeten stellen is, wat zit er dan in dat kruidendrankje? Wat zijn de ingrediënten die mensen ondergaan die hen bereid maken of accepteren dat geweld een oplossing is? En natuurlijk, die acceptatie van geweld is zeer cruciaal bij uitvoerende daders. We noemen dat excesstater in het Duits. Dat zijn de extreme geweldplegers. Maar evengoed bij mensen die op afstand met voorbereiding bezig zijn. Die plannen, organiseren, de techniek of de technologie van het moorden uitvinden en zo verder. Zijn natuurlijk ook allemaal mensen die betrokken zijn op de geweldpleging. En om een aantal van die ingrediënten wat helder te maken, want er is een enorm complex samenspel van heel veel zaken en we kunnen natuurlijk geen hele week hier les over geven, heb ik er een aantal uitgelicht die frequent terugkomen in heel veel geweldscasussen. En ik heb ze trachten voor te stellen hier op dit schema. U ziet daar midden in dit schema de dader staan, met een geweer in de aanslag. En eigenlijk wil ik begrijpen, hoe gaat die persoon geweld omarmen als een bepaald middel om een doel te bereiken. Maar u ziet dat die figuur natuurlijk niet alleen is. Hij wordt omgeven. Hij is lid van een dadergroep, die u hier onderaan beneden ziet staan. En hij krijgt bevelen van een leider, van een figuur. U ziet daar duidelijk de tekening van de Führer van Adolf Hitler. Maar hij zal ook beïnvloed worden door slachtoffergroepen. Met name hoe de slachtoffers zich gedragen in bepaalde contexten. En zijn denken en handelen zal ook beïnvloed worden door omstaanders. Door mensen die geen dader of slachtoffer zijn, maar die natuurlijk wel kunnen beslissen om te reageren of net niet te reageren op de geweldplegingen die zich voltrekken. En het is dus in dat complex samenspel dat een aantal factoren van invloed zijn. En ik zal mij eerst eventjes richten op het individu zelf, met andere woorden, op te gaan nagaan van wat er tussen de oren van zulke individuen net gebeurt. En ik wil mij dan vooral richten op hoe ons referentiekader vandaag wordt beïnvloed, vandaag of toen. En wat bedoelen we met een referentiekader? Dat wil eigenlijk zeggen ons wereldbeeld. Hoe kijken wij naar onze realiteit? Als we vandaag toe koppelen aan Jurgen Konings en zo verder, dat zijn de verhalen. Hoe kijkt zo iemand naar de wereld? Wat is de verklaring voor een aantal tendensen in de wereld? En het is natuurlijk vanuit die referenties, vanuit dat wereldbeeld, dat je gedrag gaat stellen. Je mag niet vergeten, als je natuurlijk denkt dat de wereld op ras moet gebaseerd worden en dat er goedaardige rassen of superieure rassen zijn, zoals het zogenaamde Arische ras, en er zijn inferieure rassen, zoals het Joodse ras of het Slavische ras. Als dat uw wereldbeeld is, dan ga je als zogenaamde Ariër waarschijnlijk heel positief gedrag naar de Arische groep en heel destructief gedrag naar de andere groep gaan doen. Dus dat wereldbeeld is heel erg van belang. En ik toon u hier natuurlijk een van die massabewegingen die we daar gezien hebben, om toch even stil te staan met ook hoe die referentiekaders groeien. Met andere woorden, een wereldbeeld, dat creëren we samen. En dat is afhankelijk van hoe inderdaad er in de groep verhaald wordt over de wereld, welke noden er zijn, en dat zijn noden om lid te worden van groepen, om identiteit te halen uit groepen. Allemaal heel natuurlijke noden, die wij dag in dag uit vandaag ook doen. Maar u begrijpt, als dat gekaapt wordt door extremistische groeperingen, die extremistische vormen van denken
en later ook handelen zullen gaan verspreiden, dat het dan natuurlijk een bijzonder referentiekader wordt. En dat is inderdaad wat hier gebeurt natuurlijk in die Tweede Wereldoorlog. Als we de bronnen bekijken in aanloop van de Tweede Wereldoorlog, of zelfs eigenlijk al voor het nazisme, dan ziet u natuurlijk op een indirecte wijze hoe mensen keken naar de wereld en welke technologie daarin meegespeeld heeft. U ziet hier bijvoorbeeld de radio die het internet van toen was, of de sociale media van toen was. De radio was een nieuw instrument die toeliet om bijvoorbeeld niet alleen muziek en entertainment in de huiskamer te krijgen, maar ook politieke toespraken. Ook ideologische beelden kon verspreiden nu via dat apparaat in alle huiskamers zelf. En heel handig verstrengelde men dat ook. Hè. Een mooie opera van Wagner met daarna een half uur een traktaat over nationaal-socialistische ideologie. En dan krijg je eigenlijk als paplepel natuurlijk op een soort licht entertainende wijze bepaalde extremistische denkbeelden binnen. Ook film zal gebruikt worden. Dat was de periode, televisie bestond wel al, maar was zeker nog niet courant beschikbaar. En dan ga je wel gaan zien dat er bioscoopjournalen waren. Dus mensen gingen voor nieuwsvergaring naar de bioscoop. Om daar Der Woche en noem maar op, allerlei nieuwsbeelden te gaan zien. Maar je begrijpt natuurlijk als dan nieuws vanuit een bepaald kanaal in eenduidige richting gaat, dat natuurlijk uw wereldbeeld heel erg beïnvloed wordt. U ziet daar trouwens een aantal andere publicaties. Denk ook aan de visuele pers. U ziet een van de meest antisemitische kranten, Der Stürmer, door Julius Streicher opgericht. Een heel antisemitische krant. U ziet de Jood kijken boven de wereldbol die hij wil domineren. Dus klassieke dreigingsnarratieven die ook daar naar boven komen natuurlijk. Maar dat is dan voor de volwassenen bedoeld. En u ziet daarnaast hetzelfde verhaal, gewoon voor kinderen bedoeld. En daar zijn de nazi's dus ook uitmuntend goed in. Zij gaan eigenlijk geen nieuwe verhalen verzinnen. Veel van die verhalen zijn al eeuwenoude antisemitische bloedsprookjes, wat men soms benoemt. Maar ze gaan dat handig in nieuwe jasjes gaan steken. We zouden vandaag vooral zeggen, ze vermarkten dat heel goed. Nazi's zijn marketeers van la lettre. En ze gaan dat antisemitisme, die jodenhaat, ook in kindpublicaties, in boeken zoals u daar ziet, de giftige paddenstoel, gaan ze dat antisemitisme gaan verspreiden specifiek naar die jongeren toe. En u krijgt de heel klassieke, stereotype voorstellingen van de Jood. Kijk op de postkaart die u daar helemaal onderaan ziet, die u rechts onderaan ziet. Dan ziet u daar drie Joden staan, corpulent, gekromde neus. Op de achterkant een krantenkiosk waar de Der Stürmer krant uithangt. Maar u ziet naast die drie Joden drie eksters staan, als je op de grond goed kijkt. En natuurlijk, die drie eksters staan in dezelfde positie als die drie Joden. En u zal zelf vanuit uw volkswijsheid weten dat eksters natuurlijk worden gekoppeld aan stelend gedrag. Want eksters pieken alles wat blinkt. En men plaatst dus drie eksters naast die drie Joden. Want Joden pieken ook alles wat blinkt. En tot op vandaag wordt eigenlijk zelfs dat nog altijd datzelfde narratief verspreid van Joden zijn betrokken met geld en zo verder. En het is dus op die heel, soms heel brutale, open, maar ook heel listige wijze dat Jodenhaat binnensluipt natuurlijk in het wereldbeeld en dat meerdere jaren alleen maar crescendo erger zal worden en dat zeker in die oorlogscontext natuurlijk voor heel problematische referentiekaders heeft gezorgd. Nu, één historicus die daar vooral op inzet is deze man, Daniel Goldhagen, is een historicus die het boek Hitlers gewillige beulen geschreven heeft. En wat hij eigenlijk benoemt is wat wij zeggen, hij focust zich op dispositionele kenmerken. Wat is dat? Dat is bijvoorbeeld de persoonlijkheid dat mensen hebben. Heeft iemand aanleg voor autoritarisme en zo verder? En hij gaat een koppeling maken tussen eeuwenoude attitudes. Hij noemt het een soort eeuwenoude eliminatie-antisemitisme dat aanwezig is. En vanuit die eeuwenoude hatende attitude komt problematisch gewelddadig gedrag. Hij maakt dus een koppeling tussen discriminerend en hatende attitudes en discriminerend gedrag. Wat eigenlijk logisch is. Elke gedragswetenschapper zal u zeggen, dat is natuurlijk in verhouding. Je gaat uw vijand niet welwillig gaan omarmen. Uw vijand zal je op afstand houden en zo verder.
Het grote probleem van Goldhagen, dus een heel goed boek dat woordenvol doorspekt staat met voorbeelden van opgebouwde jodenhaat, die zeker dat antisemitisme en dat antisemitische klimaat helder maken. Maar in zijn verklaringsmodel zegt hij, voilà, dat is het. Er is maar één ingrediënt in de cocktail van Dr. Jekyll, met name eeuwenoude jodenhaat. En hij zegt dat is ook een noodzakelijke en zelfs voldoende factor. En daar heeft hij academisch heel veel kritiek op gekregen natuurlijk, omdat er wel veel meerdere ingrediënten aanwezig zijn. Er zijn mooie casussen beschreven waar inderdaad ook eeuwenoude haat aanwezig is, waar het niet tot gewelderuptie komt. Dus er zullen wel andere ingrediënten, andere actoren en factoren moeten meespelen. En hoe criminologen daar nu naar kijken, naar wat er zich tussen de oren afspeelt, dat trachten wij te omvatten in wat we noemen neutraliseringstechnieken. Met andere woorden, u ziet hier een foto van een aantal bendeleden. Noord-Amerikaanse criminologen die wouden eigenlijk onderzoeken in de jaren 60, 70, 80 hoe het kwam dat er zoveel dodelijk geweld werd gebruikt in die Amerikaanse bendeoorlogen. En zij ontdekten eigenlijk dat wisten we al langer natuurlijk, dat de mens een ingebouwde remming heeft om elkaar niet dood te slaan, wat heel meegenomen is als menselijke soort, maar dat je die remming om extreem geweld te plegen, dat je die kan neutraliseren. En hoe doe je dat? Door vooral de wijze waarop je kijkt naar de overkant, om die vijandig te maken, om die een bijzondere invulling te gaan geven. En dus een aantal van die technieken zijn wat u hier ziet staan, is ontkenning van verantwoordelijkheid. Ik heb dat niet gewild, maar ik moest dat doen. Bevel is bevel logica, zou je in Nazi-Duitsland gaan zien. Ontkenning van schade of nadeel. Wij gaan niemand gaan kwaad doen, integendeel, wij lossen iets op. De eerste dodelijk geviseerde slachtoffer in de Holocaust zijn niet de Joden, maar zijn de mentale gehandicapte mensen in psychiatrische instellingen. En zij gaan die op het moment van de Tweede Wereldoorlog ook systematisch gaan vermoorden. Maar zij zien dat en verhalen niet over moord. Zij zeggen van, nee, we gaan ze euthanaseren, we verlossen ze uit een ongeneeslijk lijden en dan moet de staat ook niet de kosten die die mensen met zich meebrengen gaan betalen. Dus men verhaalt dat vanuit een medisch eufemistisch vakjargon, gaat men dat inderdaad als een oplossing gaan voorstellen als omgekeerde misdaad, wat het natuurlijk is. Ontkenning van slachtofferschap, ontkenning van veroordelaars. Je moet het niet voor mij doen, maar je moet het doen voor God, voor natie, voor ons ras, voor een hogere constructie waar dat dan als het ware de opdracht van komt. En een van die steeds terugkerende neutraliseringstechnieken is wat we noemen de ontkenning van het mens zijn van de vijandgroep. Met andere woorden, die aan de overkant staat, die onze vijand is, die is eigenlijk een onmens. En we noemen dat dehumanisatie. En dat begint heel vaak met mensen te gaan devalueren. Je bent een minderwaardige mens, een minderwaardig, inferieur ras. Tot je bent een gevaarlijke diersoort. Je bent zoals ratten die worden voorgesteld in bepaalde filmbeelden en zo verder. Tot uiteindelijk een extreme vorm van dehumanisatie. Je wordt met stuks vracht cargo verleken. Dit is de taal van Auschwitz-Birkenau, waarin er niet meer over mensen wordt gesproken, maar waarin nummers, de mensen gereduceerd zijn tot nummers en waarin voor zij die werden naar Auschwitz gestuurd puur om vermoord te worden, waar zelfs geen nummer meer werd opgetatoeëerd, werden gewoon als cargo aanzien dat verwerkt moest worden. En dan zit je aan een eindfase natuurlijk van dehumanisatie. Die zaken zijn bijzonder belangrijk natuurlijk om dat afglijden te gaan begrijpen. Want als je op die wijze kijkt naar bepaalde groepen in je samenleving, dan zal je in staat zijn om remmingen om geweld te plegen beter te gaan neutraliseren. Dat is een stuk ook wat wij weten, een stuk ook wat klassiek in oorlogscontexten ook zelfs wordt geïnstalleerd. We gaan een vijandsbeeld creëren voor onze soldaten natuurlijk. En dat is natuurlijk bedoeld om ook bepaalde gedragingen mogelijk te maken. Ik keer eventjes terug naar de groep, want ik heb u daar juist ook gezegd, die dader die denkt tussen zijn oren over zijn wereldbeeld, over wie zijn vrienden en zijn vijandgroepen zijn. En heel vaak in extremistische contexten wordt dat een soort binaire realiteit.
Wij gaan de wereld hopelijk aanschouwen met heel veel verschillende groepen, heel veel verschillende meningen. Maar een binaire realiteit wil zeggen, er is maar één goede groep en er is één slechte groep. En van daaruit gaan mensen denken en handelen. En natuurlijk, dat opbouwen van dat referentiekader, dat heeft u gezien, dat bedenk je niet zelf. Dat bedenk je in de groepen waarin je lid van bent. Vandaag zouden we zeggen, de netwerken waartoe je behoort. Dus daders zijn lid van dadergroepen. En u ziet hier de dadergroep. En dat wil ook zeggen dat zij van invloed zijn op elkaar. U ziet hier een groep van holocaustdaders die Joden standrechtelijk executeren in de Poolse bossen, net voor of zeker ook na de Russische veldtocht. En zij gaan uiteindelijk meer dan 38.000 Joden standrechtelijk executeren. En wat u hier ziet op het beeld is eigenlijk heel klassieke kameraderie. Band of Brothers, groepsbindende elementen. Ik heb zelf altijd in de jeugdbeweging gezeten. Ik weet wat op kamp gaan betekent en wat een uniform, wat dat doet met een groep en zo verder. Dus hier krijg je eigenlijk een aantal groepsdynamische factoren die een hechting gaan maximaliseren tussen een groep. En natuurlijk gaat dat ook heel erg meespelen in crimineel gedrag. Want stel u voor, zoals Billy naar Vietnam wordt gestuurd, wordt u vanuit deze specifieke groep van Hamburg naar het oosten van Polen gestuurd. En de opdracht is die Joodse mensen in die regio's neer te schieten. En iedereen in uw groep doet dat. En je bent lid van die groep, je hebt geen andere uitwijkmogelijkheden. Uw groep is ook uw bescherming daar. En iedereen doet dat en jij wilt dat toch liever niet doen. Stel u voor dat je zegt, ja, jullie doen maar jongens, ik ga daar niet aan meedoen, ik vind dat niet zo tof, maar ik zie u vanavond wel als we een pintje drinken. Dan begrijp je natuurlijk dat dit heel problematisch is. Dat die groep ook als het ware een dwingende kracht van uitgaat om de groep te volgen. Om inderdaad te gehoorzamen aan wat de normen, de waarden, de zienswijzes van de groep zijn. En dat is eigenlijk waar deze historicus over geschreven heeft, Christopher Browning, die eigenlijk zegt van kijk, dat antisemitisme is zeker aanwezig, maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft dadergedrag bestudeerd bij die mannen die inderdaad in die situaties terechtgekomen zijn. En hij heeft in rechtbankverslagen gehoord en gelezen hoe groepsdynamiek van impact was op het gedrag van die mensen, die mannen heel vaak in groep. En hij verwijst in zijn uitleg, in zijn analyse van die groepsdynamiek naar twee oeroude sociaal-psychologische experimenten. En ik ga met jullie een kleine taak doen, een klein experimentje zelf, voor ik de uitleg geef. Ik vraag even aan de kijker, kijk naar die twee witte blaadjes die u ziet. En u ziet op het eerste blaadje een blauwe lijn met daarop de standaardlijn. En daarnaast ziet u een ander blaadje met drie lijnen daarop. A, B of C, de vergelijkingslijnen. En ik stel aan jullie de vraag, welke lijn, A, B of C, is even lang als de standaardlijn? U mag er een meetlat thuis bijhalen en u gaat waarschijnlijk antwoorden dat in deze casus B de juiste keuze is. B is even lang als de standaardlijn. Stel u voor dat ik u zeg, nee, dat klopt niet. A is de juiste lijn. A is even lang als de standaardlijn. De feedback die u mij zal geven is waarschijnlijk, u kan best toch eens naar de oogarts gaan. Hier is een probleem, want A is beduidend kleiner dan de standaardlijn. Dat ziet iedereen. Maar natuurlijk wou professor Ash niet meten, als sociaal-psycholoog, hoe goed dat uw ogen waren. Hij wou eigenlijk iets anders meten. En wat deed hij? Heel listig, want sociaal-psychologen zeggen altijd dat zijn eigenlijk gemene rotzakjes. Want ze zeggen, we gaan dat meten, maar dat is een list. Men gaat u om de tuin leiden om eigenlijk helemaal iets anders te bestuderen. En wat deden ze hier? U ziet daar die tafel. Rond die tafel zitten allemaal acteurs, behalve één echte proefpersoon. En dat is inderdaad de man die u daar met de witte korte mouwen ziet, helemaal hier op de rechterkant van de foto, de derde persoon rechts. Dat is eigenlijk de echte proefpersoon. En al de rest zijn acteurs die afgesproken hebben met de professor. Als de eerste, met de witte jas hier links vooraan, als de eerste een fout antwoord, A bijvoorbeeld, zegt, dan moet de tweede A zeggen, de derde A, de vierde, de vijfde. En dan gaan we kijken wat nummer 6 doet. En de zevende gaat ook het foute antwoord volgen. En wat wou professor Ash weten natuurlijk? Wat gaat die man doen? Die ziet dat het niet A is, maar iedereen rond hem zegt A.
Dus wat wil hij eigenlijk meten? Hoe werkt conformiteitsdruk? Hoe werkt het mechanisme dat je doet zoals iedereen in de groep? En dat zijn de, wat we dan ook noemen, de klassieke conformiteitsexperimenten. En u ziet daar nummer 6. Hè. Wat doe je dan meestal? Raar kijken, dan een keer dichter. Misschien uw meetlat bij. Dat klopt hier niet. Hè. Wat is de conclusie? 40% van alle verkeerde beoordelingen werden gevolgd. 75% volgde minstens één keer het verkeerde oordeel. En als u de curve ziet, ziet u van zodra twee of meer mensen, zie u de druk stijgen om te doen zoals iedereen. We benoemen dat als tribal pressure, social proof. En dat gaat eigenlijk over mechanismen waarin we weten dat als je lid bent van groepen, dat die groepsdynamiek ook een heel grote impact zal hebben op uw eigen gedrag. Ik heb daar een klein live experiment van mee. Het is inderdaad dezelfde situatie. De echte proefpersoon is de dame met de oranje blouse. Alle andere mensen zijn acteurs. Geen lijntjes, maar kennisvragen. Let goed op wat de echte dame, de echte proefpersoon in de oranje blouse ons weet te vertellen. De man in het pak is Charlie, onze acteur. Hij doet alsof hij een kennisonderzoek uitvoert. De mensen die bij hem staan zijn ook acteurs, behalve de vrouw met de oranje blouse. Question one, I'll start at your end. Where do we get ham from? Pig. 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 Makkelijke vraag. Nu volgen de moeilijke. What is the cube root of 97? 14. Een totaal verkeerd en verzonnen antwoord. Ja, yeah, 14. 14. 14. 14. Like I was put at the end of the line and I didn't know half the questions asked to me and so it sounded right to me. 4 out of 5 people said it, so why shouldn't I say it? So I think it's an automatic reaction to say or to go along with what people say. What is the capital of Makata? What is the capital of Makata? Jedi. Makata en Jedi bestaan helemaal niet. Jedi. 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 The first man I thought was rather intelligent, answering all the questions because everybody else seemed to go along with that. Last question. What is the speed of sound? The speed of sound? 10,010 miles per hour. Kilometers verkeerd. 10,010 miles an hour. 10,010 miles per hour. 10,010 miles per hour. 10,010 miles per hour. Okay. I didn't want to look stupid. Everybody else seemed to know the answer and so I said it too. Ziezo. En u heeft natuurlijk door, ja, dit is candid camera, hè. Dit is grappig. En u ziet dan natuurlijk dat dat in een niet problematische situatie is. Hè. En u voelt duidelijk dat de dame onzeker is. Ze kent de antwoorden niet op de vragen. Dus wat doe je dan? Dan ga je trachten naar bepaalde zaken te detecteren in de groep. En dan heel vaak ook de groep volgen, omdat het dan niet opvalt dat je het niet weet. Als je doet zoals iedereen in de groep, dan is het de meest veilige keuze of positie dat je kan innemen. Nu, je kan ook begrijpen dat dit hier een onproblematische situatie is, maar als je in een oorlogssituatie, als je in een situatie komt van extreme geweldpleging, waar geweld normaal onderdeel is van het samenleven, wat in oorlogen het geval is, dat natuurlijk diezelfde groepsdynamiek een verpletterend mechanisme ook kan zijn. In de logica wat Browning ook terugvond in de rechtbankverslagen, waarin soldaten getuigden, ja, maar iedereen schiet. Ja, maar als iedereen schiet, waarom zou ik niet schieten? En neutraliseringstechnieken die daaraan gekoppeld worden. Ja, maar als wij allemaal schieten op die vijand, dan moeten zij ook zeer gevaarlijk zijn, want anders zouden wij daar niet allemaal op schieten. En u ziet daarin hoe inderdaad het denken en het handelen natuurlijk versterkt geraken hier in die meer gewelddadige contexten. En dat is toch ook van belang om te beseffen dat heel veel normale sociale gedragingen natuurlijk een bijzonder destructieve output kunnen kennen, resultaat kunnen kennen, als dat in een buitengewone gewelddadige context, zoals een oorlogssituatie, zich voltrekt. Dit zijn zaken waarin we eerst eventjes tussen de oren gaan kijken zijn, dan in de groep gaan kijken. Maar u ziet daar nog iemand van boven staan, Adolf Hitler, u herkent hem natuurlijk. En hij staat symbool eigenlijk voor totalitaire structuren, voor gehoorzaamheidsstructuren. Met andere woorden, als u op straat loopt en een agent houdt u tegen en vraagt, geef u papieren, dan gaat je dat waarschijnlijk doen. Waarom?
omdat gehoorzaamheid aangeleerd gedrag is, dat er structuren zijn, instellingen waar je moet aan gehoorzamen en zo verder. En de vraag is dan natuurlijk ook in een collectieve geweldscontext, hoe gaat gehoorzaamheid impact hebben op gewelddadig gedrag? En ik neem u eventjes mee, u kijkt hier over de schouder van Adolf Hitler. U ziet daar een gigantisch grote massa van Sturmabteilung, bruinhemden, paramilitaire eenheden van Adolf Hitler, die hem ook mee hebben in het zadel van de macht te zetten natuurlijk. En het was eigenlijk zo'n foto, of deze taferelen, die een andere sociaalpsycholoog op het idee brachten om eigenlijk uit te leggen of helder te maken hoe komt het dat zoveel mensen gehoorzaamd hebben aan zulke figuren, zulke leidersfiguren. En het is deze man die u hier van boven ziet, Stanley Milgram, trouwens een oud leerling van professor Ash, dus u begrijpt ook uit welke traditie hij komt van sociaal-psychologische onderzoeken, die eigenlijk een fenomenaal slim bedacht experiment, maar ook wel een problematisch ethisch experiment heeft uitgedacht. Hè? Met name het elektroshock-experiment. En wat wou Milgram weten? Milgram wou weten tot hoever zullen mensen gaan als zij bevelen krijgen die eigenlijk pijn of leed veroorzaken aan medemensen. Gaan mensen gehoorzamen of gaan ze zeggen, ik kan dit niet doen, want dit veroorzaakt leed aan een andere mens. Met andere woorden, hoe werkt destructieve gehoorzaamheid? Obedience to authority, gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren die u betrekken op geweldpleging. En wat is zijn onderzoeksopstelling? U ziet daar op de foto in het midden die elektroshockgenerator staan. En hij plaatst drie mensen in het experiment. Hij plaatst een leraar achter die elektroshockgenerator die elektrische schoks maakt van 15 naar 30 naar 45, zo tot 450 volt. Thuis kan u in uw eigen stopcontact 220 volt proberen. Ik zou u dat absoluut afraden om te doen. Maar u begrijpt dat 450 volt een intense pijnprikkel is. De leraar die stelt vragen aan een leerling die aan een andere kant van de muur zit. En die leerling, wat moet die doen? Die moet woordparen van buiten leren. Witte appel, zwarte koe, gele banaan. En hij gaat dan uit die reeks van woordparen die hij van buiten geleerd heeft, vragen krijgen. Appel, zwart, geel, wit, rood of roze. Wat was dat? Roze appel. Fout, 15 volt. Tweede fout, krijg ik 30 volt. Derde fout, gaan we zo telke malen 15 volt hoger. De persoon die naast de leraar zit die die elektrische schokken moet toedienen, is de autoriteitsfiguur. Is iemand in een grijze schort die zegt, je moet het experiment verder zetten. Als hij twijfelt, gaat hij het bevel geven om door te zetten. Wat natuurlijk het fabeltje is in dit verhaal, de leerling is geen echte proefpersoon. De leerling die de elektrische schokken ontvangt, is een acteur die dat speelt. Maar de leraar weet dat niet. Dus die is in de waan dat hij effectief serieuze pijnprikkels, stijgende pijnprikkels, toedient aan die leerling. En dat wordt heel listig gespeeld met een strootje te trekken. Dus die leraar die was in de veronderstelling dat ook hij op de stoel van de leerling kon zitten, had hij een ander strootje getrokken aan het begin van het experiment. En de vraag natuurlijk die gesteld wordt is van hoeveel mensen zouden tot 450 volt doorgaan? Wel, ik heb een fragment mee uit reeksen van onderzoeken die Milgram gedaan heeft. Zijn laatste reeks heeft hij gefilmd ook. En ik stel u de vraag, het is iemand die tot helemaal het einde is doorgegaan, tot 450 volt. En hij gaat daarover uitleggen. En ik stel u de vraag, let goed op wat hij juist zegt, tegen wie hij praat, tegen de autoriteitspersoon en welk proces zich voltrekt. Let goed op, Stanley Milgram in de elektroshock-experiment. Dat is ook op een frappante manier bewezen door een controversieel experiment dat in de jaren 60 in de Amerikaanse Yale University is uitgevoerd. Professor Stanley Milgram wou begrijpen waarom mensen tijdens de Holocaust immorele bevelen hadden opgevolgd. He set up an experiment in which there was a teacher and a learner. And apparently the teacher, who was the real subject of the experiment, was giving severe electric shocks to the learner every time the learner made a mistake. That is incorrect. This one will be 195 volts.
De leraar kon de leerling niet zien. Of course, this was all a simulation. Nothing was really happening. But the learner made very convincing sounds of pain as the shocks increased. This will be at 3:30. And Milgram found, surprisingly and rather horrifyingly, that the majority of people would actually go right to the very highest level if there was some pressure from a man in a white coat who said things like, "It's absolutely essential that you continue. Continue, please. Let me out of here. My eyes bother me. Go on. In fact, about 65% of the people who he studied, who were normal volunteers from the ordinary population, actually gave the maximum number of volts. Deze man was één van die 65%. This one will be 195 volts. The correct one. Let me out of here. Slow. Dance. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out. Let me out. You're responsible for it. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich. Let me out of boy. Here. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is let fast. Out. Let me out, let me out, let me out of here. Let me bird, out, let me car, out. Train, plane. Uiteindelijk deed de leerling alsof hij bewusteloos was. Continue, teacher. That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast. Bird. What we learned from that experiment is that people will actually do an awful lot when they're put under pressure from authority figures. And the problem is, of course, that when we obey the unjust authority figure, the person who gives us immoral commands, then, of course, awful things can go wrong. Ziezo. En inderdaad, u ziet hier natuurlijk, hè, 65% van de proefpersonen in deze opstelling gaat helemaal tot het einde. Toont Milgram daarmee aan dat mensen een kwaadaardige aanleg hebben of een kwaadaardige natuur? Helemaal niet. Hè. Wat hij vooral blootlegt, is dat in deze specifieke setting hij mensen zo ver kan krijgen omwille van gehoorzaamheid te beïnvloeden en allerlei specifieke contexten mee in rekening te gaan brengen. Milgram varieert daar ook mee. Hè. Ik toon u een aantal voorbeelden inderdaad hier van dit schema. Ik ga het wat trachten inzoomen. Milgram is op verschillende malen inderdaad ook geprobeerd te repliceren, hè, het Milgram-onderzoek op andere plaatsen uit te voeren. En u ziet dat standaard Milgram in de jaren 60, 65%, ook geen verschil tussen mannen en vrouwen, maar dat in Duitsland men tot 85% komt. Hè, dat in Australië men 40-16%, dat men dan in de UK en in Jordanië inderdaad die helft of net iets meer uiteindelijk uitkomt. Wat is nu van belang om te weten, dat is dat Milgram heeft niet dat ene basisexperiment dat u nu gezien heeft. Hij heeft daar heel veel varianten in gemaakt. Op een bepaald moment heeft hij de muur weggenomen. En dan zie je ook uw slachtoffer en dan daalt de gehoorzaamheidspercentages. Op een bepaald moment moet je zelfs uw slachtoffer niet alleen de knop induwen, maar zelfs ook zijn hand op een elektrode duwen. Met een rubberen laag over dat je zelf niet een schok zogezegd kreeg. Dus je moet je slachtoffer aanraken. Ook op dat moment, door die conditie toe te voegen, daalt weer de gehoorzaamheid. Wanneer zien we dat destructieve gehoorzaamheid wegvalt? Op het moment dat je twee autoriteitsfiguren hebt, waar de ene zegt je moet doordoen en de andere zegt je mag stoppen. Want u heeft de proefpersoon gezien, daar juist op het filmpje, die is zenuwachtig, die wil stoppen. Die maakt rare hoofdbewegingen, die zit aan zijn oorlel te frutselen en zo verder. Het zijn heel klassieke stresssignalen. En hij richt zich naar de proefleider en vraagt, ja, hij heeft pijn. Allee. En wat zegt die proefleider? Het experiment vereist dat je doordoet. En als het ware de verantwoordelijkheid schuift naar hij die beslist dat ik door moet doen. Dat is wat Milgram als een soort agentic state benoemde, een soort afgeleide staat dat je hebt van hij die de beslissing neemt voor het gedrag dat jij moet stellen. Als er natuurlijk twee proefleiders zitten en de ene zegt je mag stoppen, dan kies je onmiddellijk die je toelaat om te stoppen. Pardon.
Dat maakt inderdaad in een totalitair regime, waar een dictatoriale machtsstructuur is, een piramidale machtsstructuur, dat daar gehoorzaamheid veel groter impact zal hebben natuurlijk op het gedrag, het denken en handelen van mensen zelf. En we zien natuurlijk dat ook heel veel collectief geweld, massageweld, zich manifesteert natuurlijk in die dictatoriale systemen. Ik wil hier nog één element uitlichten om eventjes naar instrumentalisering te gaan. Er waren ook een aantal proefpersonen die zeiden, ja, maar ik doe niemand pijn, ik druk alleen maar een knop in. Zoals ook de mensen die Hiroshima en Nagasaki eerst zeiden, ja, we hebben gewoon met een roos over een kaart en als die plek was bereikt, op de knop geduwd, maar dan viel er wel een atoombom uit dat vliegtuig. Wat krijg je? Een klassieke instrumentalisatie waarin niet alleen de verantwoordelijkheden worden opgedeeld. Jij vliegt, jij moet hier met dat roosje boven de lucht kijken, jij moet op dat knopje duwen, zoals dat eigenlijk vandaag ook drone warfare gebeurt. Twee piloten stijgen een drone op aan de andere kant van de wereldbol en een derde persoon beslist of die een tweede schieter, die de bewapening gaat gaan initiëren, op basis van zijn informatie, de vijand is bevestigd, jij moet nu schieten. Zij weten niet of dat juist of niet juist is, het is die derde persoon. Wat krijg je? Een klassieke mooie opdeling van verantwoordelijkheidsgevoel en een instrumentalisatie. Ik verwijs eventjes naar Billy die dat juist zei, wie schiet er iemand door? Dood. Niet ik. Ik haal een trekker over en dat stootwapen doodt iemand. Dus je voelt heel duidelijk dat instrumentalisatie zeker ook een van die remming wegnemende factoren is. En dat zal natuurlijk ook in moderne legers meer en meer ingezet worden. Ik ga eventjes van het hoofd naar de groep, naar de autoriteitsfiguren, de dictatoriale regimes die er zijn, terug naar onze centrale persoon. Om vooral op te duiden, als we inderdaad kijken naar daders, daders evolueren. Ze radicaliseren altijd naar steeds extremere vormen van geweldpleging. Adolf Eichmann, die we kennen als een van de toporganisatoren, die was aan het begin van zijn daderschap emigratieprocessen aan het organiseren. Je kan niet zeggen dat dat extreme geweldpleging is. Je hebt eigenlijk de opdracht om grote groepen van Joodse mensen uit Nazi-Duitsland te laten wegemigreren. Niet gewelddadig, zelfs met bepaalde ondersteuning en zo verder. Soms ook gepaard met roven van hun goederen en zo verder. Maar dat is een heel graduele betrekking natuurlijk op steeds verruwend wordende geweldsprocessen. En het is natuurlijk dat we mee in rekening moeten brengen, dat mensen evolueren en eigenlijk ook gewoon raken aan bepaalde extreme omstandigheden waarin zij terechtkomen. En dat is soms ook heel wenselijk in een samenleving. Je bent soldaten aan het trainen om gewoon te raken aan extreme oorlogsomstandigheden. Stel u voor dat ze daar niet aan gewoon geraakt zijn, de bombardementen beginnen en ze lopen weg. Dat is geen efficiënt leger. Je traint spoedartsen om gewoon te raken aan extreme verkeersongeluksituaties. Ja, want als die spoedarts toekomt en hij ziet daar verhakkelde lichamen en zegt, ja, ik zie dat niet zitten, maar ik kan niet goed tegen bloed en is weg, dan heb je een groot probleem. Dus mensen kunnen, adaptieve wezens dat ze zijn, gewend raken aan ook extreme situaties. En dat maakt heel vaak dat je ook verder afglijdt, dat je de grens steeds verder verlegt. Soms is dat heel wenselijk, naar gelang welke job. Soms, in geweldscontexten, kan dat tot extreme geweldpleging leiden. Een van die mensen die daar experimenten over gedaan hebben, is deze man, Philip Zimbardo, een oud-klasgenoot van Stanley Milgram. Die heeft een gevangenisexperiment gesimuleerd. Om eigenlijk te gaan kijken, als je nu één groep de totale macht over de andere groep geeft, en de ene groep is bewaker en de andere is gevangene, welke rol gaan ze aannemen en gaan die mensen eventueel afglijden in hun handelen naar die gevangenen toe? Je plaatst eigenlijk die mensen in een buitengewone machtspositie binnen een, als het ware, detentiecontext. En wat gaan we gaan zien uit zijn onderzoek van het Stanford Prison Experiment? Dat inderdaad de grootste groep van mensen die in de bewakersrol terechtkomen eigenlijk gewoon gehoorzame cipiers zijn. Zij voeren uit. Maar ook in de logica, als je een crimineel bevel krijgt, dat ze ook gehoorzaam uitvoeren.
Een 30% gaat eigenlijk doorschieten vanuit de dominante positie die ze hebben ten opzichte van de slachtoffergroep. Ze gaan de slachtoffers vernederen of ze gaan hun eigen positie beklemtonen boven de anderen. Een minderheid tracht goed te doen in een moeilijke context. Tracht bepaalde gevangenen te sparen door bijvoorbeeld informatie te lekken enzovoort. Wat nu heel boeiend is aan het, wat eigenlijk een sociaal-psychologisch experiment was in opdracht van het leger, dat is dat wat Zimbardo ontdekt, dat dat eigenlijk ook in de historiografie, in de beschrijving van historische casussen, dat je die terugvindt. Met andere woorden, je vindt vaak driedelingen van een grote groep die eigenlijk gehoorzaam doet wat verlangd wordt. Je krijgt een 1/3 groep die doorschiet in machtspositie en je krijgt een kleinere groep die tracht verzet te plegen daarin. En als we gaan kijken naar de soldaten, de politieeenheden van het 101e Reserve Politiebataljon, die executieeenheden die we besproken hebben, ook daar zal Browning die driedeling terugvinden. Als je kijkt naar de autobiografie van Rudolf Höss, de jarenlange kampcommandant van Auschwitz, dan schrijft hij in 46-47 zijn autobiografie, ten tijde van zijn proces, want die wordt opgehangen ook in 47. En hij gaat daar in zijn autobiografie schrijven over zijn personeel, de kampbewakers. En hij schrijft eigenlijk in 47 over die driedeling. En zijn favoriete groep is die 50% van gehoorzamen. Want Ordnung muss sein. Geweld wordt georganiseerd op ordentelijke wijze in Auschwitz. Het is niet zomaar een los chaotisch vorm van geweld. Het is een georganiseerde machinerie die wordt opgesteld. En dat maakt dat ook historische bronnen eigenlijk heel nauw aansluiten met wat Zimbardo in de jaren 70 in een sociaal-psychologisch proces ontdekt. En als je kijkt ook na de zoveel decennia daarna, en zeker ook als Zimbardo zijn boek dan schreef, de Lucifer-effect, natuurlijk naar de gevallen engel verwijzende, dan zien we heel veel andere casussen waarin je dat ook ziet, dat mensen toekomen op een plaats die intern aan het afglijden is en dat mensen leren door imitatie, leren door te doen. Een van die heel gekende casussen is natuurlijk wat u hier onderaan ziet. Lindy England, de dame die u hier op de foto ziet, Doing a Lindy. Die foto's die zijn massaal ten tijde van de Golfoorlog, de War on Terror, sorry, de Golfoorlog was daarvoor, de War on Terror in Irak, zijn natuurlijk ook bepaalde gevangenissen ingenomen. Een van die gevangenissen was de Abu Ghraib-gevangenis, de foltergevangenis onder het Saddam-regime. De Amerikanen hebben daar een gevangenis voor terreurverdachten van gemaakt. En in die gevangenis zijn inderdaad ook zulke extreme taferelen hebben die zich voltrokken daar. En wat je dan eigenlijk gaat gaan zien, is dat Lindy England, de dame die daar 4 jaar gevangenisstraf voor gekregen heeft voor haar misdrijven in Abu Ghraib, dat ze als een gewoon Amerikaans meisje, die zich enlist tot het leger om een opleiding te kunnen volgen, wordt naar Irak gestuurd omdat Amerika in oorlog gaat na 9-11 en in die gevangenis aankomt en de vraag stelt, zoals Billy, wat moet ik hier doen? En aldoende wordt zij in een gewelddadige logica meegezogen en zal zij deelnemen, ook zoals de rest van de groep, aan bepaalde geweldplegingen. Dat maakt inderdaad dat mensen natuurlijk zaken leren in de netwerken waarin ze zitten. En u ziet hier een heel gekende affiche. Wij zouden dat een beetje de Godfather-affiche, als je het affiche van de Godfather kent, dan is dat ook een hand dat inderdaad de mens manipuleert. Ik vind dit een heel mooie affiche, die gaat over een film van Rudolf Höss, een film uit de jaren 70 die men gemaakt heeft om de figuur van Rudolf Höss te duiden. En u ziet hier het systeem van het nazisme, dat inderdaad Rudolf Höss aan touwtjes heeft en natuurlijk dat systeem beïnvloedt hem. Maar ook hij beïnvloedt het systeem. Als hij zijn hand omhoog trekt, zal hij ook impact hebben op dat systeem. Maar hij gaat dat weinig doen, omdat hij natuurlijk gehoorzaam is en hij wil carrière maken aan dat systeem. En je merkt dus eigenlijk ook hoe vaak in kleinere netwerken relaties ontstaan en dat mensen doorgroeien naar steeds gewelddadigere kijk en gewelddadiger handelen in dat milieu. Dan heb ik het eigenlijk allemaal over daderprocessen gehad en ik wil nog een laatste zijpiste maken door eventjes stil te staan bij de groep die u hier rechts onderaan ziet. Met andere woorden, omstaanders. Mensen zoals vaak u en ik, die niet betrokken zijn op de processen, soms dichtbij, soms heel veraf aan de andere kant van de wereld,
kijken naar wat er zich afspeelt. En we weten dat omstaander gedrag cruciaal is om massageweld of genocidaal geweld te doen stoppen. Als je kijkt hoe de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, gestopt is, dan is dat gestopt omwille dat de geallieerden de oorlog gewonnen hebben en de kamp na kamp bevrijd hebben. Als je kijkt naar de Rwandese genocide, naar de Cambodjaanse genocide, heeft telke malen met het overwinnen van militaire groeperingen of de verhinderen dat de geweldpleging bepaalde mensen doden, omdat je mensen ging gaan redden in die situaties. Dus omstaanders zijn cruciaal om geweldplegingen te gaan indijken. En ik heb twee foto's meegenomen om u eventjes wat te doen reflecteren op hoe wij kijken en hoe dicht we soms staan bij geweld. Wat u hier ziet, dit stenen gebouwtje vooraan, is het berenpaviljoen van Buchenwald. Buchenwald is een concentratiekamp, in de jaren, midden in de jaren 30 opgericht. Net op een berg, net naast de stad Weimar, hè, wat natuurlijk een onvoorstelbaar prachtige stad is. En dus op die berg ligt een groot concentratiekamp. En dat gebouwtje dat u ziet is het dierenpaviljoen van het concentratiekamp. En dan denkt u een dierentuin in Buchenwald. En inderdaad, op de achtergrond ziet u een bijzonder gebouw staan. Dus ongeveer 20 meter, het was op een mistige ochtend dat ik die foto daar nam. En dat dierentuintje bevindt zich tussen de SS-kazerne en het concentratiekamp. En dat wil ook zeggen dat als mensen de dierentuin gezien hebben, en dat was niet de brede bevolking, maar de vriendinnen van de SS of bezoekers die uit Weimar kwamen, die ook die dierentuin gezien hebben, dan hebben zij ook dat gebouw aan de overkant gezien. En dit is een foto genomen door de Amerikaanse soldaten die Buchenwald bevrijd hebben. En zij zien daar inderdaad op de achtergrond, zie je dat stenen paviljoen van de bruine beren die daar woonden. En u staat aan het gebouwtje dat u daar juist op de achtergrond zag. En u ziet hier inderdaad de Amerikaanse soldaten bij een vrachtlading stoffelijke overschotten van lijken aan het crematorium van Buchenwald staan. En de Amerikanen waren zo verbolgen dat inderdaad er geen reactie was gekomen van de lokale bevolking op alle gruwel die zich daar voltrok, dat zij eigenlijk de mensen gedwongen hebben om door dat kamp alles te gaan waarnemen. Ze hebben daar ook filmbeelden van gemaakt. Mogelijk heeft u die beelden gezien ook van Duitse bevolking die gedwongen wordt door het kamp te lopen. En dit zijn eigenlijk heel gekende processen. Hier ziet u een luchtfoto van de genocide van Darfur in Sudan. Wat we eigenlijk met de vertraging van een paar weken via Google Earth, en we gaan via Google Earth onze reisbestemming gaan bezoeken, wel, je kon met een paar weken vertraging eigenlijk hier de genocide van Darfur gaan volgen. En dat wil niet zeggen dat het leven hier stopt. Maar de vraag stelt zich wel, wat doen wij? Als je kijkt, de verontwaardiging die er vandaag soms is van, allee, we wisten zoveel over kampen, waarom hebben de mensen toen niet gereageerd? Ja, maar we weten vandaag ook zoveel over Oeigoeren in Chinese concentratiekampen. En we doen niet bijster veel daarmee. Dat fenomeen dat ik hier omschrijf is eigenlijk het bystander-effect, het omstaander-effect, waarin heel vaak een grote massa in de zijkant staat en eigenlijk niet interveneert of niet de druk legt om tot verandering te komen. Soms is het bijzonder complex natuurlijk. Het is ook moeilijk, geopolitiek gezien. Soms in de nabijheid is het ook niet evident om te reageren. Stel u voor, je woont in Weimar en je wint een petitie tegen het kamp Buchenwald, ja, dan kan je maar beter voor zorgen dat de Gestapo die petitie niet ontdekt. Of dat jij dat georganiseerd hebt. Dus er is ook angst bij mensen. Dus er zijn heel veel elementen die meespelen natuurlijk in dat bystander gedrag. Wat is wel van belang, dat is te beseffen dat collectief geweld het resultaat is van een interactieproces. Niet alleen binnen die dadergroep, maar ook hoe slachtoffers en omstaanders reageren. En maken dat inderdaad op bepaalde wijze er een stem naar boven komt om zaken moreel te gaan veroordelen, maar eventueel ook te gaan interveneren, zodat geweldscausatie lamgelegd kan worden of kan gaan stoppen. Dus bystandergedrag is bijzonder cruciaal. Ik ga dit eventjes overslaan. En ik wil inderdaad vooral eindigen met de koppeling te gaan maken ook naar vandaag. Als we gaan kijken natuurlijk hoe die mechanismen bestudeerd zijn en hoe je die kan vertalen naar massageweld vandaag of zelfs ook naar asymmetrisch geweld,
komen we meer in het domein van terrorisme-studies natuurlijk, dan herkennen we heel veel van die mechanismen vandaag ook in moderne jasjes, in moderne technologie. En geeft het ons natuurlijk een morele opdracht om de kennis van die mechanismen ook mee in onze interventie of reactie op bepaalde misdrijven die zich voltrekken, om daar natuurlijk met die kennis aan de slag te gaan en trachten het verschil te maken. Dus in de slotsom inderdaad, wat is van belang als je het dadergedrag bekijkt, is niet zozeer dadergedrag puur toe te schrijven aan het individu die intrinsiek kwaadaardig of psychiatrisch gestoord is, maar wel te gaan begrijpen dat mensen af kunnen glijden waarin ze geweld accepteren, soms in een uitvoerende of soms in een ondersteunende rol, en dat dat transitieproces een van de grote zaken is waar we moeten tegen gaan strijden. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Hebben jullie vragen voor Christophe Busch? Stel ze dan via de chat of stel ze via de e-mail. Dus okra.academie.twitteren@telenet.be. En binnen een paar minuutjes zijn we terug om die vragen te beantwoorden. Goed, we hebben één vraag binnengekregen. Misschien komen er straks nog meer. En ik lees de vraag voor. Vorige week zong Noah Lang tijdens de kampioenenviering nog liever dood dan Sporting Jood. Begrijpt u de hetze hier rond? En keurt u het af of vindt u dat mensen dit moeten kunnen plaatsen, wetende dat Noah Lang afkomstig is van Amsterdam of Rotterdam? Ja. Ja, ik ben zelf geen voetbal-expert, maar inderdaad, als ik het proces zag, dan dacht ik van,
Er is met heel veel zaken geen rekening gehouden. Het is natuurlijk, je moet u bewust zijn van hoe bepaalde narratieven, denkbeelden, referentiekaders, hoe dat groeit, welke impact dat kan hebben op het wereldbeeld en waartoe dat kan bijdragen. Dus een van de bezorgdheden in deze casus is natuurlijk dat dit bijdraagt tot antisemitisme, tot jodenhaat. Dat moet je plaatsen in een context van weer een enorm toegenomen antisemitisme, jodenhaat, de laatste decennia. Dat inderdaad ook in een context zit van een toename van extreem rechts binnen voetbal. En dat is dan inderdaad verstrengeld ook met hooliganisme en zo verder. En dat is een heel groot probleem, zeker ook als je vanuit Rusland, vanuit een aantal Oost-Europese landen kijkt en zo verder. Dus er is een intense strijd natuurlijk om haatspraak, racisme structureel aan te pakken. En het is dus in die context dat gebeurt. Dus ik kan natuurlijk wel begrijpen dat die ene voetballer die ik niet ken en zo verder wel zegt van ja, maar ja, ik heb ook al racisme meegemaakt. Maar dat is nog geen vrijgeleide om natuurlijk niet u te informeren wat zijn een aantal problemen die groeiende zijn en waarin heb ik zeker als een belangrijk publieksfiguur, als voetballer, waarin heb ik een verantwoordelijkheid. Dus je kan moeilijk gaan zeggen, ja, maar ik ben zelf al met racisme, dus ik mag zelf wel mee aanhaken op zaken die mogelijk antisemitisme of racisme gaan verspreiden. Dus wat mijn oproep zou zijn, is van, zij u toch enorm bewust welke verhalen je versterkt. En dat is zeker een relevant thema vandaag. Als we gaan kijken ook in het hele verhaal van Jurgen Konings en zo verder en hoe het internet dingen doet versnellen en doet snel verspreiden als een soort digitaal virus of een digitale pandemie, dan moeten we toch meer bedachtzaam zijn om te verhinderen dat het denken niet verder afglijdt. Dus dat is zeker een bezorgdheid die ik wil meegeven. Maar ik kan niet in iemand zijn hoofd kijken of dat daar een kwaaie intentie of geen kwade. Ik denk vermoedelijk dat daar geen kwade intentie in zat. Maar ook met onwetendheid kan je heel veel schade berokkenen natuurlijk. Er zijn nog twee vragen. Eentje van Nera Redant. Als de omstandigheden goed, zoals toegelicht gezag, oorlog zijn, kan dus uiteindelijk iedereen de grootste misdadiger worden? Ja en nee. Wat wil ik daarmee gaan zeggen? Veel mensen gaan dat interpreteren als van iedereen kan dan kampcommandant of kampbewaker worden. Daar ben ik absoluut van overtuigd dat dat niet het geval is. Het is wel zo dat vele mensen kunnen betrokken worden op een proces van daderschap. En daarmee wil ik eigenlijk gaan zeggen ook dat daders, dat zijn niet alleen die uitvoerders. Dat zijn organisatoren, dat zijn mensen die planning doen, die dingen gaan bouwen, die noem maar op. En dat is dus een heel brede, moet ik zeggen, als het ware groep van heel veel rollen. Dus als men soms mij de vraag stelt van ja, zou jij dan ook dader kunnen geweest zijn in de Tweede Wereldoorlog als je was opgegroeid in Nazi-Duitsland en zo, dan zeg ik waarschijnlijk wel, als ik mij inleef in wat er zich allemaal voltrokken heeft. Maar ik zou waarschijnlijk niet in Auschwitz gewerkt hebben. Ik zou waarschijnlijk een verantwoordelijke positie in Berlijn en veel meer langs de organisatorische kant gestaan hebben. En is dat daderschap? Ja, dat is ook vormen van daderschap die dingen faciliteren om in het oosten van Polen naar geweldpleging over te gaan. Dus op die wijze, als je het bekijkt, dan denk ik dat heel veel mensen inderdaad een stuk in dat proces van daderschap zouden een rol kunnen spelen. Een vraag van Paul Verstraeten. Wat was de reactie van de Duitse bevolking na de oorlog, indien ze geconfronteerd werden met deze daden? Ja, een heel problematisch proces natuurlijk wordt opgestart. Dus na de oorlog, wat ga je gaan zien? Dat is dat er niet alleen vanuit de geallieerde kant er een enorme verschrikking is van die ontdekking, met name de kampen. En men vindt bergen van lijken, men vindt gruwel. En men gaat dat natuurlijk in een oorlogsretoriek meenemen van dit is de reden waarom we gevochten hebben natuurlijk. Want dit is het duidelijke bewijs van het radicale kwaad dat het nazisme geweest is. Het grote probleem natuurlijk is dat daar men niet goed wist hoe moeten we nu met een land dat helemaal bijna is geradicaliseerd, hoe moeten we dat deradicaliseren? En dan is men natuurlijk beginnen nadenken hoe kunnen we de denazificatie, het nazisme, het fascisme uit dat land halen. Maar je mag niet vergeten dat het niet alleen die kampbewakers en die organisatoren, maar bijvoorbeeld ook alle industrieën of alle bedrijven, die hebben op een of andere manier een betrokkenheid gehad met die geweldpleging.
De fabriek van BMW was niet voor niets juist naast het concentratiekamp Dachau. IG Farben, wat het grootste Duitse chemische concern ooit is geweest, is de reden waarom Auschwitz-Birkenau zo groot is. Omdat ze daar de grootste fabriek van Europa wouden gaan bouwen. Dus er is een complete verstrengeling van die samenleving met het nazisme. En dan moet je dat aanpakken. En dus een van die strategieën was van de geallieerden om via shaming, via schaamte induceren te gaan werken. Dus bijvoorbeeld de beelden die geschoten zijn. En er waren ploegen van Hollywood aanwezig. Er waren ook diensten van de psychologische oorlogsvoering aanwezig. En het is dankzij hen dat we ook die taferelen en die filmbeelden hebben vandaag. En die werden bijvoorbeeld ook massaal vertoond in Duitsland. Om de Duitse bevolking, als het ware educatief, te gaan onderrichten. Zie waar jullie allemaal achter gestaan hebben, welk regime je gesteund hebt en tot wat dit geleid heeft. Heeft dat heel veel positieve impact gehad op denazificatie? Ik denk dat niet. Je ziet zowel in Oost- of West-Duitsland dat heel veel oud-nazi's betrokken bleven, ook in de reguliere samenleving. Ik denk dat het wel een groot verschil is dat wat men in het Duits zo mooi noemt de vergangenheidsbevältigung. Hoe ga je om met uw problematisch verleden? Dat er vooral ook nieuwe generaties gekomen zijn. En dat heeft natuurlijk te maken dat de vraag, wat heb ik misdaan in de oorlog? Een andere vraag is dan kleinkinderen die zeggen, opa en oma, wat hebben jullie gedaan of niet gedaan in de oorlog? Dus ook met nieuwe generaties krijg je een nieuwe kijk, krijg je ook meer afstand om ook een aantal heel moeilijke vragen soms te stellen. Ik wil verwijzen naar vandaag, kijk naar ons eigen land, waarin wij de vraag moeten stellen, wat is er scheefgelopen in de koloniale situatie, in de koloniale periode, en hoe moeilijk dat in ons land is. Tot parlementaire commissies en discussies over decolonisatie en niet. Dus je begrijpt hoe moeilijk die processen soms tot de kern van onze staat of onze identiteit doorgaan. Dus ik denk dat een proces ook is die toen wel begonnen is, dat daar een aantal dingen gedaan zijn die niet echt gelukt zijn, maar dat heel vaak ook de tijd en nieuwe generaties weer die nieuwe noodzakelijke inzichten hebben gebracht om te leren hoe geweldsmechanismen landen of groepen of individuen in die geweldsrichting kunnen gaan drijven. Een vraag van Jo van Bever. Zijn er studies over daders, einsatzgroepen, vernietigingskampen die achteraf, toen de groepsdruk verdwenen was, tot inkeer gekomen zijn? Het probleem daar een beetje dat je gaat hebben, is dat het mentaal en psychisch normaal en ook gezond is dat je jezelf niet als oorlogsmisdadiger wilt aanzien. Niemand wil dat label zichzelf of door anderen opgekleefd krijgen. Dus je hebt een interne psychische druk natuurlijk om, als je bepaalde excuses kan krijgen, om daarmee in te stappen. Ik heb het niet gewild, ik heb het moeten doen via de commandoketen. Bevel is bevel. Hij heeft het mij bevolen om te doen, dus mij treft minder schuld. Wel, dat zijn ook de verhalen die je hoort decennia na de Holocaust. En dat is een stuk natuurlijk fout, want het is duidelijk historisch bewezen dat je kon niet deelnemen. Dat je niet je eigen leven in het gedrang bracht daardoor. Je ging misschien wel geen carrière maken. Of geen, er ging misschien wel een aantal repercussies, maar geen dodelijke repercussies voor jezelf zijn. En dat zijn eigenlijk zaken die we nu historisch gezien wel kunnen aanduiden. Maar dat neemt niet weg dat mensen die betrokken raken in geweldplegingen vaak toch wel heel veel ook interne nood hebben om dit buiten hun moreel universum te plaatsen. Ze zijn er wel zeker. U herinnert misschien een van die laatste processen die we nu nog gekend hebben van Oskar Grönig, de boekhouder van Auschwitz, wat eigenlijk een lager gerangde soldaat was, SS'er in Auschwitz, die daar dus ook een stuk de geroofde goederen ging oplijsten en zo verder. Wel, die man heeft zijn proces gekregen, die heeft heel eerlijk getuigd. Die is eigenlijk ook in het vizier van het gerecht gekomen omdat hij deelgenomen had aan de documentaire-reeks over Auschwitz van Lawrence Rees. En het is natuurlijk door zijn getuigenissen om te verhalen wat er zich waarlijk heeft afgespeeld
langs de kant van de daderkant bekeken, dat uiteindelijk hem ook ultiem voor het gerecht heeft geplaatst. Dus ze zijn er zeker. Mensen die tot inkeer gekomen zijn, mensen die inderdaad gezegd hebben, ik heb aan dat regime meegedragen en heb daardoor een verantwoordelijkheid. Een van de heel goede boeken is van Traudel Jong, als ik mij niet vergis. Hij was een van de laatste secretaresses, ook in de bunker van Adolf Hitler. Die op een bepaald moment een aha-erlevenis had. Ze zei natuurlijk van, kijk, ik heb mee in dat regime en ik was de secretaresse, een van de secretaresses van Hitler. En aan het stambeeld van die Weisse Rose, van Sophie Scholl, ook een van die verzetsorganisaties en verzetsfiguren die als student tegen de nazi's zijn opgekomen, is zij tot het besef gekomen, ik heb niet nagedacht over mijn keuze. En die Sophie Scholl heeft wel nagedacht en heeft het met haar leven bekocht ook. Want ze is inderdaad dan ook terechtgesteld door de nazi's. Dus het is door zulke inzichten dat mensen dan zeggen van, ja, ik had moeten oordelen op dat moment met de informatie die ik had en mijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En het is nooit te laat om dat te doen. Dus zij heeft eigenlijk op confrontatie met verhalen van Sophie Scholl gezegd van, ik heb dingen niet gedaan dat dat meisje blijkbaar wel gedaan had. En dat was een mogelijkheid voor iedereen in Nazi-Duitsland. Goed. Er zijn geen vragen meer, dus we gaan hier afsluiten. Wij danken jullie voor de aandacht. En ik wil afsluiten met hetgeen André Ferron zegt, een schitterende voordracht. Wij danken Christophe Busch daarvoor. En misschien zien wij elkaar nog eens terug in de komende jaren. Ik wil u warm maken voor onze volgende voordracht. Dat is Frank de Bozer komt praten over het klimaat. Dat is op dinsdag 15 juni. Graag vooraf inschrijven, zodat wij de links kunnen doorsturen. Bedankt voor die aandacht. Bedankt voor uw aanwezigheid via het scherm. En we zien elkaar binnen 2 weken. Nog 1 puntje. Morgen hebben we hier in de poort de voorverkoop van ons nieuwjaarsconcert met Astrid Stockman. We beginnen eraan om 10 uur en we sluiten af om 12:30, omdat ik om 1 uur mijn vaccinatie moet hebben. Bedankt voor je aandacht.